Dag 5 van Parijs-Nice. Geen winderige etappe, maar een 25 kilometer lange vlakke tijdrit met onderweg nog een klimmetje. De eerste rappe tijd wordt neergezet door Simon Yates, winnaar van de Vuelta. Een tijd van 30 minuut 27 is er eentje om rekening mee te houden. En daarmee verrast hij zichzelf natuurlijk ook een beetje. Een moeilijk te kloppen tijd, zo zou blijken, want dit is Niels Follit. De Duitser die Yates nog kan naderen, maar na een flinke eindsprint komt hij uiteindelijk toch 7 seconden tekort. En later zou dus blijken dat de tijd van Yates genoeg is voor de ritzegen. Een unieke prestatie voor de Brit die nog nooit eerder een tijdrit wist te winnen. Favorieten voor de dagzegen waren natuurlijk Luis Leon Sanchez, Egan Bernal en ook de leider in het algemeen klassement, deze Michał Kwiatkowski. En hij kan ook een goede tijdrit rijden. Voor de Pool is het algemeen klassement natuurlijk ook belangrijk. De renner van Sky hoopt zijn ploeggenoot Bernal voor te blijven. En misschien zit er ook nog wel een tweede plek in. Kwiatkowski, ja, hij moet er hard aan trekken. Maar uiteindelijk eindigt hij op 11 seconden. Goed genoeg voor een derde plek vandaag. Maar belangrijker, hij behoudt de leiding in het algemeen klassement. En deze lach verraadt natuurlijk veel. Dan gaan we naar het algemeen klassement, want op plek 2 vinden we Egan Bernal op 19 seconden. Luis Leon Sanchez op plek 3 en daarachter Wilco Kelderman, de Nederlander, op 1 minuut 1.